Onze kanonnen sturen we bij. Hij heeft ons nog niet gezien. Dan wacht ik tot alle kanonnen ingereed zijn. En dan gaan we vuren. Hij zit letterlijk naast. Hij heeft niks door. En hij is meteen kapot. Ja, dat gebeurt er als je niet zit op te letten. Yo mensen, Jaroski hier. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. In de jaren dat mijn YouTube kanaal bestaat, heb ik heel vaak World of Warships gespeeld en geüpload. En heeft de game een speciaal plekje in mijn hart veroverd. Omdat het een awesome, gratis game is om te spelen in je vrije tijd. Met meer dan 600 nagemaakte historische schepen die je kan kiezen voor tijdens je gevechten. Nu kwamen de makers van de game naar me toe om jullie te vertellen over de 8e verjaardag van World of Warships. Want dit moet groots gevierd worden met een mega starter pack ter waarde van €25 voor alle nieuwe spelers. Als je de link in de beschrijving gebruikt of de code WARSHIPS invult bij het creëren van een account, krijg je 500 doubloons, 7 dagen premium, 2 miljoen credits, 6 skill point commander en een tier 4 schip helemaal gratis. Ik wil Wargaming heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. En ik wil jullie, zoals elke keer opnieuw en opnieuw, heel erg bedanken voor al jullie support. Als je ooit een World of Warships video van mij hebt gezien in het verleden, want ik heb het echt al jarenlang geüpload. Laat dan even weten in de reacties wanneer je deze video hebt gezien. In World of Warships heb je 5 verschillende schepen om uit te kiezen. Destroyers, cruisers, battleship, carriers en submarines, maar in de eerste gameplay van vandaag speel ik met de tier 1 Black Swan Cruiser uit het Verenigd Koninkrijk uit 1940. Dus heb je hier nu zin in? Ram dan natuurlijk de kaart op, blijkbaar zou ik super gaaf vinden. En dan gaan we op naar ons gevecht. Het gevecht is van start gegaan en we spelen 9 schepen tegen 9 schepen waarvan er maar 1 team kan gaan winnen. Als je rechts onderin je beeld kijkt, dan zie je de kaart. En op die kaart zijn wij rechts onderin de map gespand. Dus wat ik doe, is ik vaar er met een bochtje omheen. In de hoop dat ik naast de vijandelijke schepen kan komen. Zonder dat ze de doren hebben. Zodat we vanaf daar de aanval kunnen gaan starten. En het eerste schip is in de verte gedetecteerd. Dus we kunnen even spotten. Maar die ga ik onmogelijk kunnen raken. Want dat is 11,4 kilometer weg van ons. Hier nog één op 7. Oh, er komt... Ik ga heel eventjes niet zo snel naar voren. Hij gaat ons zo meteen targeten. Ik schiet terug. Hij heeft ook zijn vaart eruit gehaald. Wij liggen nu zo goed als stil op het water. Dat is niet de bedoeling. Maar voor een gratis game zijn de graphics echt on point. Ik heb hem goed gehit. Maar ik probeer mijn schip even te draaien. Want dan kunnen we namelijk met extra kanonnen gaan vuren. Want we hebben nog extra kanonnen op de achterkant van het schip staan. En nu vuren we met alles. Kijk hoeveel kogels erop afvliegen. Deze heeft geen schijf van kans. Ik blijf ook in beweging, zodat hij ons zo min mogelijk kan raken. Want hij gaat terugvuren. We moeten een beetje wat hoger schieten. Dan raken we meer. Omdat dit ook schepen zijn, gaat alles wat langzamer. Dus als je wil sturen, moet je bij voorbaat nadenken. En hij staat in de fik. Als hij zichzelf niet gaat repareren, dan is het game over voor hem. Dit gaat hij niet overleven hoor. Ik blijf ook tegelijkertijd dat ik schiet mijn omgeving in de gaten. Want één schip is langzaam gevaren. Maar hij heeft ons in het vizier, dus we moeten op hem focussen. Alleen hij heeft me nog helemaal niet geraakt, joh. Dit wordt easy peasy. We blijven naar achter varen. We blijven gewoon een beetje bijsturen, een beetje draaien. En die is kapot. Dus nu moet ik weer bij gaan sturen om het schip naast ons te raken. Dus we moeten de kanonnen bijdraaien. Op deze manier. En dan kunnen we ook weer opnieuw gaan vuren. Maar hij gaat wel volle vaart. Dus ik denk... Ja hoor, daar raken we hem perfect. Nog ietsje verder naar voren. Dan raken we hem helemaal perfect. En ja hoor, die waren spot on. Ik weet niet wat er aan de andere kant van de map gebeurt. Ik heb even geen tijd om daar te checken. En elke keer als de kanonnen klaar zijn... Oh, hij gaat terugvuren. Klaar zijn met reloaden. Kunnen we weer vuren? En dit is de manier hoe je World of Warships speelt. En hij heeft ons geraakt. Ik ga hem vooruit zetten. Vooruit gaan we sneller dan achteruit. En we worden nu wel flink gehit. Als we in de fik staan, hebben we één brandblusser. En we hebben de leiding genomen. Goed bezig, team. Ik raak hem goed op de voorkant. Hij is bijna kapot, maar hij heeft wel teruggevuurd. Ik schiet nu iets verder naar achter, omdat wij de andere kant op varen. Dus een beetje... Oh, nice, hij is al kapot. Dus een beetje terugsturen. En nu gaan we gewoon recht op de andere af. Daar. Oh nee, wacht, mijn team zit hier in de problemen. Dus draai de kanonnen maar bij. En dan kunnen we die kant op gaan vuren. Ik ga expres me hierop focussen, puur omdat mijn team weer in de penarie zit. En we kunnen al gaan vuren. 6,1 kilometer. Dan moet ik ongeveer hier schieten. En dan moet ze raak gaan hoor, kom op.
Oh ja hoor, 1 kogel geraakt, maar ja, 1 is beter dan geen. En dit doen we serieus goed hoor. Daar waren er 2 geraakt, ik moet iets lager schieten, want hij draait namelijk bij. En er zijn nog maar 2 vijandelijke schepen die rondvaren en daarna hebben we gewonnen. Dit is een heel snel potje, maar wel een heel goed potje. En we raken hem goed. Ik draai mijn schip nog een klein beetje bij, zodat we met alle kanonnen kunnen vuren. En deze gaan allemaal raken, deze gaan allemaal raken, dan is hij kapot. Ja hoor, ja hoor. Die was echt gewoon beast. En ja, ondanks dat er nog 1 schip van de vijanden intact is, hebben we al gewonnen. Omdat ze niks meer konden halen. Dit onmogelijk kunnen winnen. En dit was een heel snel potje met 93 voltreffers. Ik kan in het menu ons schip een klein beetje sterker maken. Want ik heb namelijk hoofdbewapening modificatie 1 klaarstaan. Dus deze monteer ik ook op het schip. Waardoor het hoofdgeschut minder snel kan worden uitgeschakeld. En dat is mega handig. Want het belangrijkste aan je schip is dat je terug kan schieten. Ook koop ik het Juliet Charlie sein, waardoor het risico op detonatie van het scheepmagazijn volledig wordt geëlimineerd. Oftewel, hij kan niet ontploffen. En dat kost ons 96.000 munten. Maar gelukkig heb ik meer dan genoeg. Weet je, waarom niet? Een schip uit 1940 mag wel een makeover hebben. Dus ik gooi er camouflage op, zodat we in een ijsgebied minder snel opvallen en het ziet er ook gewoon mooier uit. Het volgende gevecht is van start gegaan en ik zie al vijandelijke schepen recht voor me. Dus ik moet hem ongeveer hier beschieten. En wij zijn ook gedetecteerd, maar dat Nederlandse commentaar, dat is echt serieus eerlijk. En die heb ik 3 keer geraakt. Die was echt perfect. Iets meer naar beneden, want hij stuurt namelijk naar ons toe. En dan moet ik hem, oh ja hoor, 5 keer raken. Deze man die vaart er zo snel op af, ik moet wel remmen. Ik moet remmen, want we hebben kans dat er nog schepen naast ons komen. Ik moet er wel bij blijven sturen, zodat we met alle 3 de kanonnen kunnen vuren. Dus dat was de eerste en tweede. De derde is de achterste. En dan gaat deze het echt niet overleven. Ik zet hem in zijn achteruit, dat duurt eventjes. Puur omdat het schip niet zomaar kan worden stilgelegd. Maar hij is al kapot. Dit was zo niet slim van hem. Hij vaart snel. Ik denk dat ik hem ongeveer hier moet raken. Ik weet niet of deze raakt. Dat is een beetje een gok, maar oh ja hoor, maat. Ik heb al een tijdje geen World of Warships meer gespeeld. Maar dat we ze gewoon nog steeds kunnen raken op deze afstand. De laatste keer vuren, want anders komt de ijsberg ervoor. Dat is wel echt heel erg satisfying. Op 3,3 kilometer zit er een schip. Dus wat ik nu doe, is ik zet hem eens vooruit. Onze kanonnen sturen we bij. Hij heeft ons nog niet gezien. Dan wacht ik tot alle kanonnen ingereed zijn. En dan gaan we vuren. Hij zit letterlijk naast. Hij heeft niks door. En hij is meteen kapot. Ja, dat gebeurt er als je niet zit op te letten. Ik kan er ook letterlijk niks aan veranderen. Maar we sturen weer bij. Ik hou van het Nederlandse commentaar. Ik maak echt geen grapje. Het is zo ongelooflijk droog. Maar zo ongelooflijk grappig. En nu vuur ik alleen met de voorste kanonnen. Dus je ziet dat de spread een klein beetje uit elkaar wordt gedreven. Maar deze 3 blijven bij elkaar. En ze zijn dus ook allemaal raak. Soms gaat er eentje net iets meer naar links of net iets meer naar rechts. Daar kan je verder niks aan doen. Hij zit nu eenmaal op het water. Maar we raken hem goed hoor. Hij gaat nu wel van ons wegdraaien. Dus ik moet iets verder voor hem schieten. Maar mijn teammates die schieten ook op hem. En ik schakel hem uit. Heerlijk. En nu gaan we bijdraaien. Deze kant op. Mijn teammates die zijn ook de vlag aan het veroveren. Op die manier kan je ook nog eens de game winnen. 3,8 kilometer. Dan moet ik hem ongeveer hier raken. En iets verder naar voren. Maar die was wel goed raak. Uitschakeling. Oftewel, zijn schip staat in de fik. En die was iets ver naar voren, want hij remt nu af omdat hij waarschijnlijk motorvermogen is verloren. En tegelijkertijd dat je aan het schieten bent, moet je wel ook je omgeving in de gaten blijven houden. Want als je niet oplet, dan kan je zomaar tegen een eilandje aanvaren. En lekker bezig, team. Ja, ook dit potje gaan we makkelijk winnen. Een schip op 7,7 kilometer afstand. En deze... Oh, hij gaat op mij vuren. Hé, joh, die ga je niet raken, hoor. Ze waren wel dichtbij. Er zit nu een eiland voor, dus ik moet heel even wachten tot het eiland weg is. Maar ik kan wel alvast hem een klein beetje inschatten. Want hij komt zo meteen achter dat hoekje vandaan. Wacht. Dit wordt echt een lucky shot. Ik schiet gewoon alvast. Geen idee of deze raak zijn, maar... Dit te hoog denk ik. Net te hoog denk ik. Oh! Ik zag hem nog ineens. Ze waren allemaal raakt. Die was beast. Oh, ik hou echt van dit spelletje. De controls zijn zo ongelooflijk makkelijk. Je laat je boot vooruit varen met de W. Je laat je boot achteruit varen met je S. Je stuurt naar links en rechts met de A en met de D. En met je muis
Kan je je kanonnen richten? Kan je vuren? En dat is bijna alles wat je hoeft te doen. Het is zo basic, maar als je gewoon je op een moment verveelt en denkt van ik wil eventjes gaan schieten, dan is deze game perfect. Hij draait bij. Hij draait bij. Dat is slim van hem. Ik ga ook even afremmen. Ik raak hem nog wel. Ik denk dat hij hier niet meer weg gaat komen. Hij probeert een klein beetje te manoeuvreren. En ik moet iets verder voor hem schieten, want hij zit op 7 kilometer afstand. Dus ik denk... Blijft hij in die lijn varen? Ja, hè. Ik denk dat ik hem hier moet raken. Ze gaan ervoor, ze gaan ervoor, ze gaan ervoor. En... Ja hoor. Ja hoor, ik zit nu een goed te targeten. Ik lig wel zo goed als stil in het water nu. Dus ik moet een klein beetje op blijven letten. Maar... Ik denk als we deze nog één keer raken, dan is die kapot. Even... Oh, er zit een schip achter me. Ik wil eerst deze uitschakelen. Gaan deze raak? Ik vuur nog één keer. We moeten nu gaan bijdraaien, want we liggen echt gewoon stil in het water. Dat is het domste wat je kan doen. Oh, het schip achter me is al kapot. Dankjewel, team. Het schip voor me is al kapot. En de game is afgelopen. Mijn teammates hebben echt gewoon mijn kont gered. Want er vaarde dus een schip letterlijk achter mij, die ik over het hoofd had gezien. Maar dankjewel, team. Geen grapje. Dankjewel. We hebben 72 voltreffers en 4 schepen vernietigd. Het lijkt mij leuk om voor de laatste match van vandaag over te schakelen naar een tier 2 schip. Maar dan wel een schip van Nederlandse afkomst. Dus... Wij hebben hier de Gelderland, welke uit het jaar 1900 komt en welke tot 1905 heeft gediend in Nederland-Oost-Indië. Wij kunnen hem kopen voor 75.000 munten en dat is ook precies wat wij gaan doen. Ja hoor, ik hoop dat het een goede keuze was. Maar omdat we nu een tier omhoog zijn gegaan, hebben we niet alleen brisantgranaten als munitie, maar hebben we ook panzerdoorborende granaten als munitie. Dus we moeten gaan switchen tussen de twee. We moeten ook kijken wat het handigste is, want ze hebben allebei hun voordelen en allebei hun nadelen. Maar ik zet opnieuw de hoofdbewapening erop. Dan kan ik ook nog eens het hoofdgeschut schootsbereik, oftewel het bereik dat de granaten kunnen bereiken, verhogen. Dus die gaan we onderzoeken. En dan is het schip ready to go. Ten aanval. Het gevecht is begonnen. En kijk even naar de grootte van dit schip. We hebben veel meer kanonnen staan. En we moeten ook veel beter gaan opletten. We spelen nu een andere game mode. Waarbij we 3 vlaggen hebben. En we kunnen op 2 manieren winnen. Of we moeten alle vijandige schepen vernietigen. Of we moeten de vlaggen capturen. En ik zie dat de B-vlag al wordt gecaptured. Dus er moet een boot in het bereik liggen. En ik ga dus ook die kant op varen. En ik moet ook even kijken. Want we hebben 1 kanon op de voorkant van het schip. 1 kanon op de achterkant van het schip. En 3 kanonnen links en 3 kanonnen rechts. Dus als wij zijwaarts liggen, dan kunnen we met 5 kanonnen tegelijkertijd schieten. Maar er gaan nu ook torpedo's in het water liggen. Het gaat vele malen moeilijker worden. En dat schip ligt er nog achter. Dat schip kan ik misschien net raken. Ik draai nog een klein beetje bij. Hij zit op 9,5 kilometer en het vaart deze kant op. Dus als ik hier schiet, dan gaan ze hopelijk raken. Ik ben ook gedetecteerd. Maar ik probeer een klein beetje naar mijn team te varen. En... Oh, net ervoor! Oh, het echt geluk. Hij stuurt ook bij, omdat hij weet dat ze bijna raak waren. En pas op, er zit een torpedobootjager naast mij. Dus ik ga alvast mijn kanonnen bijdraaien. Want hij komt hier, langs het hoekje. En hij stuurt bij, hij stuurt bij. Oftewel, dit is mijn kans om hem te raken. En ja, maar dat doe ik ook. Dat is goed. Hij staat ook meteen in de fik. Dit is perfect. Alleen, we moeten opletten voor torpedo's in het water. Want anders hebben we een probleem namelijk. Ik blijf gewoon varen. Ik blijf gaan. Want deze kunnen we heel snel kapot maken. Ik stuur ook bij, want hij draait van ons weg. Dit is onze kans. Deze moet kapot. Die waren allemaal raak. Die waren heerlijk. Ik gebruik gewoon mijn normale munitie. En hij gaat achter dat eiland proberen te komen. Reload. Het reloaden gaat minder snel. Maar hij remt. Oh, die was slim van hem. Hij rent vol. In één keer gaat hij tot stilstand. En omdat het zo'n klein bootje is, is hij ook heel manoeuvreerbaar. Maar niet manoeuvreerbaar genoeg. Hij is uitgeschakeld. En wij worden nu ook getarget door deze persoon hier verderop. Dus ik zet hem weer even vol vermogen vooruit. Dat we niet als een target stil liggen. En dan probeer ik hem ook bij te draaien. Want hij kan alleen maar zijn voorkant schieten omdat hij recht op ons afvaart. Dus dat is eigenlijk niet slim van hem. Alleen ik moet oppassen, want er ligt... Oh, er ligt ook een ijsberg voor ons. Kijk uit hoor. Die was goed gehit. Ik draai hem nu bij, oftewel we kunnen alleen met ons voorkanon schieten. Maar op die manier knallen we niet tegen het eiland aan. Ik gebruik mijn panzerdoorborende munitie nu. In de hoop dat we gewoon vol door het schip kunnen blazen. Die was penetratie, dat is goed. Even reloaden en vuren maar weer. Mijn andere kanon draait ook bij op de achterkant. Dus die is bijna ook in target. En volgens mij heeft die bepanzerde zijkant. Oftewel, ik kan er niet doorheen boren.
Ja, nee, dat gaat hem niet worden. Ik moet een andere munitie gebruiken, want ik kom er niet doorheen namelijk. Dan moet hij opnieuw reloaden. We worden... Oh, we worden nu ook geraakt. Ik kan er niks aan doen. Ik ben nog andere ammo erin aan het gooien. En we moeten nu schieten. Oké, die waren wel goed raak. Die waren wel goed raak. Als ik hem iets hoger raak, een beetje bij de stuurhut. Dan hebben we misschien meer kans dat hij in de fik vliegt. Want ik kan... Ja. Ik kan hem natuurlijk ook die motor raken. Er komt wel een eiland in zicht. Ik kan er gewoon omheen varen. En hij gaat stil liggen. Dan ben je een target, vriend. Dat is niet slim. Die waren goed raak. Kan ik nog één keer schieten voordat het eiland er is? Kan ik nog één keer schieten voordat het eiland er is? Nee! Oh, dat ben je niet. Ik ga er achterlangs. Mijn team, die zijn de vlaggen aan het veroveren. We staan goed voor. En die zitten ook in gevecht met de andere schepen. Ik kan hem wel raken. Wacht. Draai bij. Als ik nu gewoon wacht, ik rem gewoon. Dan liggen we namelijk achter dat eiland. En dan kan ik me heel even focussen op dit schip. En dan hebben we geen last van het andere schip aan de andere kant van het eiland. Of... Ik ben er al voorbij. Wacht, ik ben er al voorbij. Laat hem maar even gaan. Dit bedoel ik. Het is echt nog wel opletten, hoor. Reload. Raken die hap. We staan niet in de fik. We worden wel nu getarget. En ik denk dat zometeen wel mijn team komt helpen. Dus op zich hebben we nog geen probleem hier. Als we maar blijven vuren. Op de voorkant daar. Ja. Ja, perfect. Oh, die was heerlijk. Hij staat in de fik ook. Kom maar door. Die waren lekker raak. Dat eiland komt er weer tussen te zitten. Dat is niet heel erg, maar hij raakt ons wel goed, hoor. Reload. Schiet! Oh, ik ben nog met één kogels op tijd. Ik vaar nu ook achteruit. En het eiland is zometeen niet meer in zicht. En dan moeten we meteen gaan schieten. Let op. Nu, poeieren maar. Goeie hits. Dat andere schip ligt op 6 kilometer afstand. En er zijn de laatste twee die nog rondvaren. De rest van het vijandige team is al uitgeschakeld. En deze gaat het niet overleven, hoor. Ik denk dat als ik hem nog één keer raak dat hij is uitschakeld, dan kunnen we daarna focussen op het andere schip wat mijn team ook al aan het doen is. En ja hoor, die is kapot. Dus nu focus op het laatste schip. En dan is het game over. En dan hebben we alle drie de games die we hebben gespeeld ook daadwerkelijk gewonnen. En dan ga ik ook alvast zeggen, ga van de kant, teammate. Ik kan hem zo toch niet raken, vriend. Kijk hoe dichtbij die er langs vaart, zo die gek. Dan ga ik ook alvast zeggen, mocht jullie hebben genoten van deze video, ram dan natuurlijk keihard op like, zou ik super gaaf vinden. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Want we hebben al heel vaak World of Warships gespeeld. We zullen dat zeker in de toekomst nog vaker gaan spelen. En Wargaming natuurlijk heel erg bedankt voor het sponsoren van deze video. Mocht je geïnteresseerd zijn in de game en ben je een nieuwe speler, check dan de link in de beschrijving voor je speciale beloningen. En... de laatste kogels zijn afgevuurd. En dan zit het er nog niet op. En dan zit het er nu wel op. Ik was net te vroeg. Oh, wat een heerlijke potjes hebben we gespeeld, hoor. We zijn wel geraakt, maar niet goed genoeg.